beginnen. De dames zullen zo dadelijk het veld op gaan komen, waarna ze voorgesteld zullen worden en waarna de matches kunnen gaan beginnen. De dames en de heren recurve schieten in een iets andere setup. Ze schieten niet op totaal verzamelde punten, dus het is niet dat zij 15 pijlen achter elkaar tellen doen, maar zij schieten om sets. Elke drie pijlen wordt er gekeken. Wie heeft deze set gewonnen? De winnaar van de set 2 punten en bij een gelijke stand 1. De eerste die op 6 punten staat zal vandaag het kampioenschap winnen. En mocht het zo zijn dat de dames op 5-5 uitkomen, dan zal er een shoot-off plaats moeten vinden. 1 pijl, close to the center. Altijd ontzettend spannend. Dames hebben in voorbereiding hier naartoe ook al een keer een shoot-off moeten schieten. Shireen heeft namelijk in de halve finale gewonnen van Esther Deden met een shoot-off. En dat blijft altijd een spannend iets. Een shoot-off, is daar ook nog op de trainer om? Aan zich natuurlijk wel. Het gaat om 1 pijl. Het is alles of niets. Sommige schutters ervaren dat eigenlijk als een gemak. Omdat je geen keuze meer hebt in wat je moet doen. Want het gaat erom dat die gewoon absoluut in het midden zit. Dat is iets wat Shireen inderdaad in de halve finale heel goed deed. Ze schoot waar Esther al een 9 op had zitten, schoot zij een perfecte 10. Ja, dat geeft aan dat ze daar in ieder geval goed mee om is gegaan. En nu eens even kijken of zij in deze wedstrijd alle pijlen ook gewoon goed kan schieten. Dat is voor haar nog wel een grote uitdaging. Nou, we gaan het afwachten. De dames zijn ondertussen begonnen. En Shireen begon met 1-9. Dus ze heeft in ieder geval het geel gevonden. En dat scheelt alvast. Annemarie schiet daar een prachtig antwoord op. En schiet ook een 9 erbij. Dus de dames zijn, zoals het er nu naar uitziet, redelijk aan elkaar gewaagd. Blijkt dat in de overige wedstrijden meestal ook zo? Nou, wat ik straks ook al aangaf, dit zijn de twee die op dit moment in het seizoen de hoogste scores hebben geschoten. Waar bij hun de aandacht zal liggen is het tempo. Zij moeten beide eigenlijk goed zorgen dat ze de pijlen vlot blijven schieten. Daar leent het systeem zich wel heel erg voor, hè, omst de beurt schieten. In feite ligt dan volledig de druk bij jou om die pijl goed weg te schieten. En dat maakt deze wedstrijd ook zo leuk. Leuk voor ons om te kijken, maar zeker ook leuk voor de sporter om te schieten. Zonder meer. Ik weet uit eigen ervaring dat het schieten van het zetsysteem erg leuk is. Niet al te vaak, maar hebben toch wel eens een keertje mee mogen maken. Ondertussen is Shireen begonnen met 2 negens en een 8. En volgens de borden zoals wij ze hier zien, zou Annemarie daar 3 negens tegenover gezet hebben. En we zullen even af moeten wachten totdat de scheidsrechters de scores hebben beoordeeld. Om zeker te weten dat de stand inderdaad zou zijn 2-0 in setpunten voor Annemarie. En de eerste set is inderdaad gewonnen door Annemarie der Kinderen. Zij schoot 27 punten tegen de 26 punten van Shireen. Annemarie leidt dus met 2-0 naar de eerste set. Shireen gaat nu beginnen in de tweede set. Dat heeft ermee te maken dat zij de eerste set verloren heeft. En we gaan over naar het kijken hoe ze schiet. Ze begint met een 8. En Annemarie begint ook met een 8, dus ze houden elkaar nog in evenwicht. Het is zo dat we hier de hele dag prachtig weer hebben gehad, relatief weinig wind. Heel langzaam begint er toch een windje op te steken. Maar of dat nou de oorzaak kan zijn van deze slechte pijlen, is even de vraag. Want een 6 is niet iets wat we eigenlijk terugvinden bij deze dames. Of gebeurt dat toch bij de dames nog wel regelmatig? Het kan gebeuren, laten we het zo zeggen. Dat, waar kan het door gebeuren? Dat is even de volgende vraag. Het kan zijn dat het slap geschoten is. Maar we zien zelf aan de vlaggen hier dat de wind begint echt wel op te pakken. Ze zullen zeker moeten opletten wat die wind precies doet. Snel moeten kunnen lezen wat er gebeurt met hun pijlen. Dus ja, dan is het juist zaak om je pijlen heel goed te schieten. Zodat je, ook al schiet je een 6, precies weet wat er gebeurt.
Dus het is heel duidelijk dat ook de bondscoach in dit geval aangeeft dat het heel belangrijk is dat je je schoten op tempo ziet te houden en goed kan voelen wat de wind doet. Het vervelende is voor de dames dat bij de doelpakken de wind bijna nihil is. Die liggen heel mooi in de beschutting van de bomen. Maar wat dichter bij de achterkant van het veld, waar wij hier in het open gedeelte staan, waar de wind er echt gewoon overheen gaat. Want de beachflags staan inderdaad redelijk te wapperen. We gaan hier verder met de derde set. Het staat ondertussen 4-0 in sets voor Annemarie. Die in de vorige ronde 27 punten schoot. Waarbij de scores van Shireen wat achterbleven. Maar ze pakt het goed op en begint met een hele mooie 10. Zit er nog een mentaal spelletje hierin waarbij de schutters elkaar beïnvloeden? Of zullen deze dames gewoon normaal met elkaar omgaan en alleen maar uitgaan van eigen kracht? Nou, ik ken de dames redelijk goed. Ze gunnen elkaar wat dat betreft absoluut niks. Dat moet ook. Hè. Als sporter moet jij winnen en niet de ander. Er zal geen afgunst zijn daarin natuurlijk. Maar ja, ze willen natuurlijk alle twee winnen. En wat ik nu zie is dat Shireen wel beter begonnen is dan net. Dus ik heb het idee dat ze dat net wel goed heeft opgepakt met die wind. Het ziet er heel stabiel uit wat ze doen, sowieso. Annemarie schiet eigenlijk haar pijlen binnen de 8,5 en hoger. En dat is toch eigenlijk waar wij ook op trainen. Als je dat kan, op elke niveaus, dan maak je redelijk goede kans om partijen te winnen. Nou, deze ronde van Shireen, 10-9-8, een hele degelijke ronde. En ja, dat is het niveau wat je moet brengen. Als je dat kan, dan maak je heel veel kans. Nou, de laatste pijl van Annemarie zal bepalen of de stand gelijk getrokken wordt voor deze set, ja of nee. Want ze had met een 10 nog op een gelijke score kunnen komen. Het lijkt er nu op dat ze een punt minder heeft geschoten dan dat Shireen heeft geschoten. Ja. En we zien dat inderdaad de scores op dit moment bevestigd gaan worden door de scheidsrechter. Waarbij Shireen een 10, een 9 en een 8 heeft geschoten. En Annemarie een 9, een 9 en een 8. Dus de setstanden zijn op dit moment 4-2 in het voordeel van Annemarie. Hetgeen ook weer inhoudt dat Shireen de volgende ronde weer mag beginnen met schieten. En de opening van Shireen is een 7. En eens kijken of Annemarie het voor elkaar krijgt om daarvan te profiteren. En dat doet ze zeer zeker met een hele mooie 10. Sterk geschoten in de toch wat wisselende windomstandigheden op dit moment. Want de beachflags draaien rond. Dus
Het is wat lastig. En Shirin sluit af met een 9. En we hebben twee hele sterke tienen gezien van Annemarie die zeer stabiel staat te schieten op dit moment. Hele mooie rustige houding. En de laatste pijl in de 8 weet te gooien. En daarmee zich verzekerd van de eerste plaats bij dit Nederlands kampioenschap outdoor recurve voor de dames. Verrassende uitslag, Ron, of niet? Niet in deze finale. Annemarie was heel stabiel, stond ze heel sterk te schieten, maakte goed gebruik van de opening die ze kreeg. Als je voor staat, dan moet je je pijlen als tweede schieten, dus je ziet wat je tegenstander heeft. Je ziet de zevens vallen bij Shirin en op dat moment moet je gewoon capituleren eigenlijk, die kans pakken. Ondanks dat je altijd probeert het midden te raken, zijn dat toch de momenten dat je weet van nou, als ik hier nu op reageer en nu een goede pijl schiet, dan zit die set zit gebakken in feite. Dat heeft ze goed gedaan en zo kun je in dit spelletje kun je de winst naar je toe trekken. Maar als we kijken naar het scorevermogen, dan heeft Annemarie door niveau en meer gebracht in die finale. En Shirin is achtergebleven. En dan zie je dat je op dit soort scores 6-2 een finale kan winnen. Ja, helemaal mee eens. En de scores zijn ondertussen bevestigd ook door de scheidsrechters. Shirin eindigde inderdaad met een 9-7-7, 23 punten. En dat was niet voldoende om een verlenging van de finale eruit te kunnen trekken. Dus Annemarie de Kinderen is Nederlands kampioen outdoor bij de dames recurve geworden van 2013. We gaan nu verder in de voorbereidingen voor de heren. Wij krijgen zo dadelijk aan de meet staan Rick van der Ven. En die zal gaan schieten tegen Chef van den Berg. Ik denk op dit moment de twee grote namen binnen het Nederlandse handboogschieten. Maar ook internationaal al ontzettend meedraaiend aan de top gezien de resultaten van de afgelopen weken. Ron. Ja, absoluut. Dat kan ik alleen bevestigen. Ze zijn alle twee ontzettend goed, sowieso. Op dit moment zou ik zeggen, Chef in een iets betere vorm dan Rick van der Ven de laatste twee weken. Dus mochten we er een weddenschap moeten maken, dan moet ik gevoelsmatig op Chef inzetten. Ondanks dat ik totaal geen voorkeur heb in deze. Maar beide doen het vreselijk goed. Rick van der Ven staat op dit moment tegen de top 10 aan in de wereldbekerklassement. Gaat eind volgende week ook mee naar het buitenland, naar Colombia voor een wereldbeker. Om te kijken of hij daar toch nog wat punten kan verzamelen om de top 8 uiteindelijk te halen. Beide zijn individueel gewoon mensen waar men internationaal rekening mee houdt. En dat is het mooie aan het niveau van de heer Rieke op dit moment. Ja, het is fantastisch om mee te maken hoe goed het gaat in het internationale schieten met het Nederlandse herenteam vooral. De compounders lopen al een behoorlijk lange tijd mee. Binnen de recurve-wereld was het toch wat minder. We hebben een heel tijdperk gehad met Wietse. Daarna is het een tijdje stil geweest. Het moet ook als bondscoach natuurlijk heel prettig zijn om een paar van dit soort schutters erbij te hebben zitten. Natuurlijk is dat bijzonder. Hè? Je refereert net aan Wietse wat van mijn generatie is. De tijd dat hij in ieder geval individuele successen haalde en wij als team zelfs eerst op de wereldranglijst hebben gestaan. Daarna is er een gat gevallen, dat wisten wij, maar daar is wel door de bond op ingespeeld door toen met het Centrum Training en Opleiding in Papendal te beginnen en dat op te pakken met jonge nieuwe talenten. Ja, daar plukken we al een tijdje de vruchten van. Ze zijn natuurlijk niet voor niks 2 jaar op rij Europees kampioen, indoor en outdoor. Maar op dit moment zijn de oudste is 22, daar hebben we het over. Dat is de leeftijd waar wij eigenlijk pas echt goed begonnen te worden als team. En zij staan eigenlijk al een stapje voor op de generatie van mijn leeftijd. Nou, dat maakt het heel mooi om mee te werken. Ik heb geen idee waar het naartoe gaat. Maar op dit moment al zo goed zijn, als ze dat niveau stabiel kunnen maken, dan moet het haast zijn dat zij in de toekomst veel kunnen winnen. Maakt het natuurlijk wel moeilijk ook voor de nieuwe jeugd om hierop in te spelen. Want het wordt verdomd moeilijk om deze jongens op dit moment te kunnen bedreigen. En je zal er heel hard voor moeten gaan trainen om daar in de buurt te komen. Voor de eerstkomende 3, 4, 5 jaar ben ik bang. Nou, dat kan zijn. Maar van de andere kant, ik denk voor de jonge jeugd in Nederland op dit moment is er niks mooier om te kijken naar toppers zoals Chef en Rick die nu in de finale staan. Want ja, zij kunnen zien dat het kan op die leeftijd. En dat is ook een voordeel voor hun. Want het had ook zomaar kunnen zijn dat we het niveau niet hadden gehad. En dan had je niemand om je mee te meten.
Helemaal mee eens. Ondertussen zullen we zien dat de matches aanvang hebben gevangen. Chef van den Berg is degene die zal beginnen met schieten. En Chef begint met een 8. En zo eens kijken of Rick dat op kan pakken. En of hij al een kleine voorsprong zou kunnen creëren voor zichzelf. Een 9. Hiermee blijft het verschil klein. Beide heren zijn zeer goed in staat om al hun pijlen toch wel richting die 9 of die 10 te laten gaan. Want Chef antwoordt met een 10. Het zal best wel vervelend voor jou zijn trouwens om hier nu te moeten zitten in plaats van de jongens te kunnen begeleiden, denk ik. Of kunnen ze het ook zelf? Nou, dat mag ik hopen. Punt 1. Nee, ik zit hier. Ik heb het al betreft geen voorkeur nou. Dus wat zou ik moeten doen als ik achter de jongens nu sta? Ja, ik kan ze aanwijzing en tips geven. Maar ik vind juist op dit niveau, nationaal, dat ze moeten kunnen laten zien dat zij aan de top staan. Nou, dat doen ze. En kunnen laten zien dat ze het zelf kunnen. Daar is het ook tijd voor op dit moment, denk ik. Ik zie overigens aan het schieten dat Chef staat redelijk slordig te schieten. Zeker voor een buitenstaander. Het is wel iemand die dat kan. Dus dat is voor hem is nog de uitdaging om ervoor te zorgen dat hij dat netter kan krijgen. Dat is iets wat Rick wel beter doet. Deze set die gaat waarschijnlijk nog gelijk op. Je ziet wel, Chef begint. Hij begint met een 8. In deze weersomstandigheden zou het misschien nadelig zijn om te beginnen. Misschien had ik er zelf voor gekozen om de tegenstander te laten beginnen. Om te kijken of er iets met de wind gebeurt. Maar goed, dat is een keuze die de Chef heeft gemaakt. Hij mocht kiezen. Maar goed, laten we kijken waar het de wedstrijd heen brengt. Ja, aan de andere kant, als je zelf begint en het lukt je om de bewijzen van spreken meteen een volle bak op te gooien, dan heeft je tegenstander meteen iets om over na te denken. Absoluut, zo is het ook. Dus het is altijd achteraf praten en zeker vanuit hier achter de computer is het heel makkelijk. Voor de mensen die daar staan, moeten het toch gewoon zelf doen. En ze zijn alle twee wel vol vertrouwen. Dus de keuze die ze maken, die maken ze overtuigd. En dat zie je ook gewoon aan de manier hoe ze schieten. Helemaal mee eens. Als we kijken naar de afgelopen wedstrijden, dan hebben ze toch heel veel vertrouwen uitgestraald. Zowel nationaal als internationaal. Goede scores weggeschoten. En het is altijd heel prettig om te ervaren dat we dan toch ook internationaal meetellen als landje. Want we zijn uiteindelijk maar een klein kikkerlandje. Dat zijn we. Maar internationaal mogen er toch maar 3 van een land naar een WK. Dus als je dan meer dan 3 hebt, dan vind ik dat je de kans hebt om dan met een goed team te staan. Tuurlijk is het zo, hoe meer schutters er zijn in een land, dan zullen er ook meer talenten rondlopen. Maar uiteindelijk is het zaak om, zeker voor de trainers die met jonge gasten werken, dat we gewoon dat talent laten ontplooien. En iedereen zoveel mogelijk kans geven om dit niveau te halen. En ondertussen zijn we begonnen met de tweede set, waarin Chef met een 9 begint en Rick met een 10 een fantastische eerste pijl aflevert. Ook qua ontwikkeling. We zijn natuurlijk een tijd geleden begonnen met het hele CTO-programma. Ondertussen weet ik uit betrouwbare bron dat we ook gaan kijken naar de ontwikkeling die eronder zit. Om daar wat meer in te kunnen gaan doen. Kun je daar wat over vertellen of zijn dat allemaal nog plannen en ideeën waar we nog invulling aan moeten gaan geven? Want er zal toch ook wat opvolging moeten gaan komen? Nou, er moet zeker opvolging komen. Er zijn zeker ideeën, dat varieert. Er moeten natuurlijk meer plekken komen waar talenten gezamenlijk zouden kunnen trainen. Op dit moment bestaat er een rayonstructuur met de regio's. Maar er zijn heel veel andere sporten die werken met regionale talentencentra's. Nou, misschien is dat een richting waar we op moeten. Dat wordt op dit moment onderzocht. En laat het zo zeggen, er wordt hard aan gewerkt. Maar het opzetten van structuren als deze is niet makkelijk. En dat moet zorgvuldig gebeuren. En ik denk als we dat goed doen, dan hebben we op dit moment echt wel het vermogen om meer talenten goed op te leiden. Nou, dat zijn in ieder geval mooie ideeën waar we dan naar uit kunnen gaan kijken. Om eens te kijken hoe dat we inderdaad de jeugd verder op kunnen gaan pakken. Want uiteindelijk zal daar de toekomst ook weer vandaan moeten komen. Ondertussen zien we dat Chef 3-9's heeft geschoten. En dat Rick een 10-9-8 heeft geschoten. Waarbij de heren dus de setpunten in dit geval zullen gaan delen. Net zoals dat ze de vorige set ook al gedeeld hebben. En dat betekent toch echt wel dat het een spannende strijd wordt. Waarin ze echt niet voor elkaar onderdoen. De ene levert wat constanter negens af. Nou, de andere schiet eens een keer een 10 en een 8. Wat ook weer een mooie compensatie is. En we zullen gaan kijken hoeveel sets dat de heren vandaag nodig zullen hebben. En of ze misschien zelfs wel richting de shoot-off zullen gaan.
En we gaan beginnen aan de derde set. Aangezien Chef de wedstrijd is begonnen, zal hij bij een gelijke stand ook altijd degene blijven die zal moeten starten. En zoals Ron straks al aangaf, is dat een keuze die de schutters zelf bewust maken. Nou, hij gaat aantonen of het de juiste keuze is geweest aan het einde van de wedstrijd. De heren zijn begonnen met een 10 en een 9 voor Rick. En 2 negens en een 8 voor Chef. Hetgeen betekent dat als Rick zijn pijl minimaal een 8 weet te scoren, dat deze set voor Rick zal zijn. Waarin hij dus dan een voorsprong neemt van 5 tegen 3. En Rick schiet vervolgens een 7 om er toch voor te zorgen dat het de gelijke stand blijft. De heren zullen dus de setpunten weer gaan delen. Is dit nou spanning of is dit onachtzaamheid? Ja, het is, je ziet aan de reactie van Rick dat het zeker niet iets wat hij zelf verwacht had. Het lijkt haast afgesproken werk. Nou, ik ga je zeggen dat het zeker niet het geval is. Want ze zullen echt alle twee willen winnen. Want wat dat betreft is er genoeg vechtlust. Maar wat ik al aangaf, ja, beide zijn in voorbereiding voor iets groters dan alleen zo'n NK. Waarin Rick op dit moment niet de juiste vorm heeft. Dus wil je Rick kunnen pakken, hè, op dit moment toch de man to beat. Ja, dan zijn dit wel de momenten. En hij had hem hier kunnen pakken. Hij had hier absoluut een voorsprong kunnen pakken. Dat heeft hij niet gedaan. En nou is even de vraag hoe hij daarvan herstelt. Ik denk overigens niet dat hij daar veel last van heeft. Het mentale spelletje is aan zich wel zijn ding. Maar dit is ongetwijfeld een technische fout geweest. Dus ik geloof niet dat dit een fout onder druk is geweest. Nou, daar gaan we dan ook inderdaad voorlopig maar even uit. En we hebben natuurlijk vorig jaar ook bij de Olympische Spelen gezien dat mentaal toch wel Rick erg sterk is. Want hij heeft daar uitstekend laten zien hoe je mentaal met het spelletje om moet gaan. Want zijn vierde plaats was toch wel een hele grote verrassing vorig jaar. Ja, nou, een verrassing. Kijk, een mooi in ieder geval, die vierde plek. Maar aan zich, het niveau wat hij toen had, we hadden het er vooraf over toen hij daarheen ging. Van ja, top 8 is eigenlijk gewoon het niveau wat hij moet kunnen. En als je daar staat, ja, dan weet je op de Spelen en op ieder groot toernooi dat alles mogelijk is. Top 8, als je er eenmaal in staat, dan is van hoog niveau tegen wie je ook moet. En dus heb je net zoveel kans om die top 4 te halen dan iedere ander die daar staat. Het is natuurlijk jammer, ja, voor iedereen dat hij dan net die paar kansen net niet kon grijpen om brons te halen. Maar we hebben allemaal kunnen zien dat het echt niet aan hem lag. En dat het gewoon het hoge niveau was waar hij tegen moest vechten. Nou ja, en het heeft in ieder geval heel wat gedaan. Je hoort uit het land sinds dat moment ontzettend veel mensen die de Hamburgsport in één keer op de kaart hebben zien staan. Die het er vaak over hebben. En als leken het met mij over boogsport hebben, dan hebben ze het over Rick van der Ven. Zo simpel is het gewoon. Dus het heeft zeer veel indruk achtergelaten. Ja, zonder meer. En dat horen we tot op heden inderdaad nog steeds. Het was ook prachtig om te zien. We zien op dit moment dat beide heren beginnen met een 10 en een 9. En we zullen even af moeten wachten wat de rest van de set gaat brengen. Want er zitten wat twijfelpijlen tussen. Als de scores zoals we ze nu in het display zien bevestigd worden door de scheidsrechters, zou dat betekenen dat we op een 4-4 stand gekomen zijn. Dat is heel spannend. Dat zou de volgende set kunnen betekenen dat degene die de volgende set wint meteen kampioen is. En zo niet, dan zullen we toch een shoot-off gaan krijgen. En de shoot-off, zoals we allemaal al weten, heb ik al een paar keer vermeld. 1 pijl, close to the center. En meer is er dan niet meer aan te doen.
Dus dit is hoe dan ook de laatste set van drie pijlen die ze zullen schieten. Want het enige wat hierna nog mogelijk is een shoot-off van één pijl. Trainen op een shoot-off, is dat nodig, Ron? En doen ze dat ook veel? Op zich wel. Wij doen er regelmatig wedstrijdjes op het trainingscenter. Waarin we met één pijl shoot-off schieten. Dus ja, we trainen dat. Alleen je kunt die spanning van die wedstrijd natuurlijk eigenlijk niet simuleren op een training. Ze schieten daar tegen elkaar. Maar ja, als je die verliest, tja, dan verlies je die. Dat valt wel mee. Maar als je deze shoot-offs verliest, ja, dan gaat het ook echt ergens om. Het gaat hier om een titel. Dus mocht het zover komen, dan denk ik dat we wel gaan zien dat zeker deze twee mannen daar wel tegen bestand zijn. Dat verwacht ik wel. Ik zou het een fantastische afsluiting vinden van een prachtige match die we hier zien. Vraag me of het gaat gebeuren. Ja, de heren zijn op dit moment begonnen met twee negens voor Chef en een 10 en een 8 voor Rick. Dus ze houden elkaar op dit moment nog steeds in evenwicht. En deze laatste pijl zal moeten gaan bepalen of er al een winnaar is of dat we inderdaad richting de shoot-off gaan. En we zijn zeer benieuwd wat eruit gaat komen. Chef begint met een 10. En dat betekent dat Rick op dit moment een 10 zal moeten schieten om een shoot-off af te dwingen. Alles wat hij minder schiet betekent dat hij verloren heeft. Het is hier op dit moment redelijk stil. En het lijkt erop dat hij er net buiten zit. Dus we zullen wachten totdat er een definitieve bevestiging is van de scores van de scheidsrechter. Maar in dit geval zou Chef van den Berg dus Nederlands kampioen geworden zijn. Verrassend of niet? Nou nee, ik gaf van het begin al aan dat Chef op dit moment iets beter in vorm is dan Rick. Ja, dus als ik een weddenschap had afgesloten, had ik hem gewonnen. Maar ja, dit was close. Dit had iedere kant op kunnen lopen. En Rick is iemand die zich goed kan vastbijten in dit soort wedstrijdjes. Dus ja, je ziet die laatste pijl, zit er zo dichtbij. Ja, dat had, met een paar millimeter is het een 10 en dan heb je een shoot-off. Dus daar gaat het om. Die twee zijn zo aan elkaar gewaagd. De wedstrijden zijn zo spannend. En dat is het mooie, dat wil je zien. Ja, het is dus zojuist ook bevestigd dat de scores zoals weergegeven de juiste scores zijn geweest. En dat Chef van den Berg inderdaad Nederlands kampioen handboogschieten outdoor recurve is geworden van het jaar 2013. Nou Ron, ik zou je heel veel succes toe willen wensen met de voorbereidingen voor alle wedstrijden die nog gaan volgen met de heren. Want volgens mij heb je hier toch redelijk wat goud in je handen. Ja, toch? Ja, zeker. Het is heel mooi om mee te werken. En laten we hopen dat we in de komende week voor Rick van der Ven net de scherpte kunnen vinden om in ieder geval in Colombia weer goed voor de dag te verschijnen. Gaan we volledig vanuit. Zal vast wel geluk. Hartelijk dank voor je medewerking. Geen dank. Wij zullen ondertussen hier verder gaan met de voorbereiding voor de prijsuitreikingen. Want alle Nederlandse kampioenen zijn bekend. We hebben Nederlandse kampioenen bij de dames Compound. Irina Markovic, heren Compound, Peter Elzinga. Dames Recurve, Annemarie de Kinderen. En bij de heren Recurve, Chef van den Berg. Dus bij de Recurve is toch echt wel te zien dat de slag die gemaakt is naar de jeugd toe in de afgelopen jaren zijn vruchten af begint te werpen. Want het zijn toch echt wel de jeugdigen die hier de wedstrijden winnen. En dat is toch wel een hele mooie ontwikkeling. En geeft toch wel aan dat handboogsport in Nederland op een heel mooi niveau aan het komen is. Dankzij de ontwikkelingen die er vanuit de rayons en de clubs richting het hele hoge oranje aan de gang zijn. En dat iedereen daarin mee kan doen.
En over 5 minuten zullen we gaan beginnen met de prijsuitreikingen van de hele Nederlandse kampioenschappen die vandaag gehouden zijn. Dus we gaan over 5 minuten beginnen aan de prijsuitreikingen. Waarbij de medailles uitgereikt zullen worden aan de prijswinnaars zoals we ze net gezien hebben. En de bekers en de bloemen en alles wat erbij hoort. Het is een mooi kampioenschap geweest. We hebben dit voor het eerst kunnen livestreamen naar YouTube. Dankzij een samenwerkingsproject met World Archery en de Nederlandse Handboogbond. Waarin het bedrijf Match ook een rol heeft gespeeld. Het was ontzettend spannend en leuk. Een hele grote voorbereidingstijd heeft erop gezeten. En we hopen dat we dit in de toekomst vaker zullen kunnen gaan doen. En op dit moment komen de dames compound het veld op voor de prijsuitreiking van de medailles. De prijzen zullen uitgereikt worden door Paul ten Hag, de voorzitter van de Nederlandse Handboogbond. Hij is zelf ook de hele middag hier aanwezig geweest en heeft alle wedstrijden van nabij kunnen volgen. En we zien hier lopen de dames Inge van Kaspel, Irina Markovic en Mariska Konings. Toch een zeer verrassende bronzen medaillewinner is. Mariska is nog junioren. En heeft het toch voor elkaar gekregen om hier de derde plaats, de bronzen medaille, te veroveren. Na een spannende strijd die ze heeft gehad tegen Martine van Kouwenbergen. En zij krijgt de medaille omgehangen door Paul ten Hag, directeur van de NHB. Op de tweede plaats, zeer verrassend toch, Inge van Kaspel. Als men het van tevoren had gevraagd, dan was zij toch wel de grote favoriete geweest. Maar we moeten met z'n allen stellen dat Irina Markovic, die nu op het hoogste treetje mag gaan staan, een zeer goede finale heeft geschoten en zeer terecht heeft gewonnen. Dus de Nederlandse kampioene, compound outdoor, Irina Markovic. En de drie dames staan nu gezamenlijk op het hoogste treetje voor de fotografen. Want ook die zijn vandaag aanwezig. En de volgende uitreiking zal plaatsvinden
aan de Heren Compound. Waarbij de gevestigde orde toch weer gezegen gevierd heeft. Peter Elsinga, Nederlands kampioen geworden. En de jeugd, want zowel Mike als Dylan zijn alle twee nog junioren qua leeftijdsklasse. Ze verdienen hier toch beide een zilveren en een bronzen medaille. Op de derde plaats is geëindigd Dylan Konings. En de zilveren medaille voor Mike Slusser, die gisteren zeer sterk geschoten heeft in de Vita-ronde. Met een wereldrecord op de 90 meter voor de junioren van 350 punten. En een wereldrecord Vita voor de junioren van 1414 punten. En de Nederlands kampioen herencompound Peter Elsinga. Gisteren een 14-18, de ene hoogste score ooit geschoten. En vandaag ook de overwinnaar na de finale rondes. En met recht de Nederlands kampioen. En ook voor deze heren het gebruikelijke fotomoment. En dan gaan we over naar de volgende prijsuitreiking. De dames recurve. Drie jonge dames. Dames hard in opleiding. Dames die ontzettend veel trainen. Sherine de Vries, Annemarie de Kinderen en Esther Dede. Waarbij het brons omgehangen zal worden bij Esther Deden. Na een mooie strijd heeft zij het brons veroverd. En Sherine de Vries, die nipt verloren heeft, krijgt de bronzen medaille, of de zilveren medaille omgehangen door Paul ten Hag. En mooie bos bloemen erbij. En dan gaan we over naar de Nederlands kampioenen, dames recurve 2013. Annemarie ter Kinderen. Mooi gezicht om deze drie jeugdige dames hier te zien. En we wensen ze natuurlijk heel veel succes toe in de toekomst. En de laatste categorie in deze prijsuitreikingen. De heren recurve. Waarbij toch ook zeer verrassend de derde plaats van Mick de Bakker. Geen lid van de oranje ploeg, maar toch altijd zeer verdienstelijk. De derde plaats, Mick de Bakker. Gisteren ook hele mooie scores geschoten. En vandaag heeft hij dat kunnen bevestigen door na de finale rondes als derde te eindigen. En de kampioen van vorig jaar zal dit jaar genoegen moeten nemen met het zilver. Na een spannende strijd. Waarbij het gelijk opging tot aan de laatste set. En toen moest Rick toch het hoofd buigen
voor de nieuwe Nederlandse kampioen, Chef van den Berg. Nederlands kampioen, recurve 2013, Chef van den Berg. Nu nog een bedankje uitgesproken voor de mensen die nu het podium benaderen. En dat zijn de scheidsrechters die de afgelopen 2 dagen ook veel werk verricht hebben. En het allemaal in goede banen hebben kunnen leiden. Robert Erika, Leen Zwarteveld, Paul van Veen, Agnes Visser en Piet Konings. Zij zijn de eerste die onze nieuwe kampioenen de handen kunnen schudden. Ook de scheidsrechters worden door de directeur Paul ten Hag bedankt voor hun inzet van de afgelopen dagen. En krijgen ook nog een presentje overhandigd. En vervolgens zullen we zien dat alle schutters zich nog even op zullen stellen om het volkslied aan te horen. Wat altijd de officiële afsluiting is van een Nederlands kampioenschap. En dit was de afsluiting van het Nederlands kampioenschap handboogschieten outdoor 2013 in Almere. Fantastisch mooi toernooi geweest. 2 hele mooie dagen. Goede schutters, goede scores. 3 wereldrecords. Dus het is een fantastisch toernooi geweest. En wij hopen dat u ook via het internet heeft kunnen genieten van deze uitzendingen. Waarbij we hopelijk goed in beeld hebben kunnen brengen wat het boogschieten inhoudt en hoe een finale eruit kan zien en hoe spannend het kan zijn.
Alle kampioenen worden op dit moment nog gefeliciteerd. Het hier aanwezige publiek komt iedereen even een handje geven. En dat blijft een leuk event om op deze manier het boogschieten mee te maken. Heel ontspannend, maar toch topsport. En dit was het NK Outdoor in Almere.